Hoi, welkom bij een nieuwe scrapbook aflevering. Vandaag ga ik lekker aan het vreubelen. Ik heb nog wel een ideetje wat ik wil gaan doen. Ik wil iets gaan doen met bruin, met papier. Ik heb namelijk een heel leuk setje papier gekocht. Zal ik dat er vast bij pakken? Dat is deze, bij de Action, voor 89 cent geloof ik. Dus ik dacht, die neem ik mee, want daar zit een kleurtje in waar ik wel mee uit de voeten kan. Dus daar wil ik eigenlijk wat mee gaan doen. Dus bruin, groen, vintage, botanical print staat erop. Dus we gaan daar maar eens mee aan de slag. Nou, zoals ik in de intro al vertelde, kwam ik bij de Action deze tegen voor 89 cent. En ik vind hem echt heel erg tof. Dus ik wilde hier gelijk iets mee doen. Dus ik heb aan de hand van de voorkant ook al wat afbeeldingen uitgezocht die ik hier leuk bij vind passen. Dus we gaan nu eerst maar eens even kijken welke we gaan gebruiken. Het zijn 5 verschillende designs. Denk ik. Oh nee, 20 verschillende designs en elk heb je dan 5 keer. Nou, eens even kijken. Kijk, deze vind ik echt super leuk, maar die ga ik nu niet gebruiken. Ik vind deze erg mooi, maar een beetje erg druk. Die heb ik al wel vaker gebruikt. Deze vind ik erg mooi. Die ga ik sowieso even uithalen. Misschien dat ik wel meer dan 1 ga gebruiken hoor. Die past wel heel goed erbij. Oh, deze vind ik ook heel leuk. Ja, dit wordt het. Eens even kijken. Ik denk dat ik het zo ga leggen. En dan ga ik de pagina gewoon vullen met afbeeldingen die ik erbij vind passen. Zodat het helemaal één geheel wordt. Ik heb allerlei stickers uit mijn stickerdoos gehaald om te kijken wat ik ermee kan. Sommige stickers zal ik afknippen zoals die. Andere juist weer niet. En jullie kennen mijn trucje inmiddels, een foto maken. Dat vind ik erg fijn werken. En daardoor Ice Coupon Check. Die is ook leuk. Eens even kijken. Ik vind deze nog niet zo mooi hier. Dus daar moet ik nog even wat mee bedenken. En ik wil wel een beetje de achtergrond ook laten zien. Want dat vonden jullie zo zonde dat ik de achtergrond helemaal vol plak. Ja, dat vind ik juist dan wel weer grappig. Kennen jullie dit nog? Dit zijn sigarenbandjes. Oh, ik ga heel even iets in de lichtinstellingen doen. Want ik zie nu dat die wel... Kijk, dit geeft een beter beeld. Heel erg licht staat. Even kijken. Oké, over dit bovenste stuk ben ik heel tevreden. Maar dit onderste stuk niet. Dus daar moet ik even over nadenken wat ik daarmee ga doen. We gaan even zoeken in de... grotere plaatjes map. Dus die gaan we er even bij pakken. Misschien moet ik gewoon wat van een paar van deze plaatjes of zo eens gaan gebruiken. Die zijn ook heel erg tof, hè? Oh, kijk, dit is wel heel erg toepasselijk in deze stijl. Zie je? Dit zijn ook, denk ik, gewoon van Verkade album stickers. Maar wel heel leuk. Kijk, een korenwolf. Het is een soort hamster, hè? Wisten jullie dat? Of eigenlijk is een korenwolf een hamster. En zijn onze hamsters die wij nu in huis hebben afgeleide van hamsters die hier niet van nature voorkomen. Daarom mag je ze ook nooit vrij laten, want ze overleven het gewoon niet. Even kijken of ik nog een stukje touw of zo heb. Of wat leuks. Boarding pass to Italy. Nou, dat lijkt me wel leuk. Dit vind ik ook een heel leuk draadje, maar dat past meer bij een Parijs thema. Gaan we ook nog wel een keer maken. Oh, hier vind ik nog een paar washi tapejes. Misschien kan ik daar wat mee. Het is wel helemaal in die kleur. Maar ik heb nog niet iets, zeg maar, dit was niet het succes wat ik wilde. We gaan even kijken wat hierin zit. Leuk stickers, maar niet de kleur. Hier zit ook nog iets in met groen. We gaan eens even kijken wat hierin zit. Oh, maar dat laat dit nou perfect zijn. Kijk. Daar kunnen we wel wat mee. Ik wil wel dat alle dotjes bedekt zijn. Zoveel mogelijk. Zo. We gaan het soms een klein beetje schuiven. Dat het dit helemaal bedekt is. Zo. En dan gaan we die denk ik ook nog een beetje draaien. Die hierop. Ik vind het leukste van dit echt het ontwerpen, zeg maar. Dus het
uitzoeken van ja, wat nu voegt en wat niet. Ik zie hier denk ik eentje ertussen. Nee, het is weer Parijs thema. Die ga ik wel even, die kunnen hier wel los in inmiddels. Oké, we gaan nog even verder zoeken. Wat we hier in de grote bak hebben zitten, wat we misschien kunnen gebruiken. Oh, kijk, dit kan ook. Dan kan ik dan gewoon weer een hoekje aanmaken. Komt die daar? Dan hoeft die niet eens. Ik vind dit hoekje echt heel erg leuk geworden zo. Ik moet alleen even kijken hoe ik dit ga opvullen. Misschien dat ik daar gewoon wel hier dit stuk eraf haal en dat dan daar plak. Dat kan ik ook doen. Dat is misschien wel de meest handige oplossing. Ik vind dit al heel erg leuk hier beneden. En dit wil ik ook doen en dan afknippen. Vind ik ook een goed idee van mezelf. Maar er mag nog wel wat op, wat bij. Zo'n kaartje. Nee, dat is te groot. Eigenlijk een beetje wat kleiners hebben. Dus we gaan eens even... Oh, eventjes in de retro bak kijken. Kijk, hier hebben we nog een heleboel dingen die je kunt gebruiken. Misschien is zo'n poppetje wel wat. Ik doe nooit zoveel met poppetjes, maar... Ik had ingewikkeld mensen in een afbeelding plakken. Vraag me niet waarom, maar... De kindertjes zijn wel weer heel schattig en het past wel weer hierbij, maar... Nee, wordt er niet. Even kijken wat hier nog verstopt zit. Dat zijn allemaal andere plaatjes. Omdat ik het pas heb opgeruimd, weet ik eigenlijk precies wat ik nu heb. Kijk. En dan krijgen we dat botanische weer terug door deze. Oké, we gaan eerst maar eens even de ondergrond bekijken. Ik ga even dingen neerleggen naast mij, zodat ik weet welke volgorde ik het bedacht had. Even zo. Die komt allemaal wel goed erboven. Dan gaan we eerst eens eventjes dit goed plakken. Ik denk dat dat nu het verstandigste is. Ja. En dan vervolgens ook afsnijden. Dus ik ga nu even kijken waar ik moet snijden. Dat is daar. Dus ik pak mijn snijmachientje erbij. Dan leg ik hem goed neer. Goed aandrukken is de truc. Kijk, nou kan deze hier zo in. En dan weer deze. Kijk, en dat laatste stukje dat knip ik dan wel af. Niet helemaal recht gesneden, zie ik. Nou, hij moet maar aan de onderkant even, aan de bovenkant even strak liggen. Goed, lijm erop. En dan niet te ver doorlijmen, hè? Net als de vorige keer dat je dus een op je bladzij alvast een vlek hebt staan. Nou, hij glipt uit mijn vingers. Even kijken. Die wilden we er tegenaan leggen. En dan moeten we even meten met de restjes die we hebben. Wat voor stukje we eigenlijk over kunnen houden. Dit. En nog hier een stukje. Dat knippen we straks wel. Ja. Kijk, dan mag eerst deze erin en die doe ik gewoon even hier lijm op en op het onderste randje. Ik weet niet of dat in beeld is, ik denk net niet, maar dat zei even zo. En dat hoekje knip ik straks bij met een ponsje. Oh, die mag nog niet.
Ik heb zo'n ponsje hier waarmee ik die hoekjes mooi rond kan maken. Ooit is gekocht op AliExpress voor echt volgens mij een euro of zo. Kijk, dan is het hoekje gelijk mooi rond. Nou kan deze erop. Yep. Ik wilde hem bijna verkeerd pakken. Zagen jullie het? Kijk. Ja, dan denk je, dus waarom knip je dat nou zo? Nou, dan knip makkelijkst. Dat is de verkeerde. Oké, we gaan eerst even kijken wat we nou daadwerkelijk nodig nog hebben aan hoekjes. Want kijk, dit kan hier. Deze kan hier, dat is nog beter. En dan die er zo onder. En dan komt die daar zo onder. Oké, gaan we dat is. Dus is die en dan die andere. En ik ben even van gemak dienst de mens vandaag met de lijnroller. Dat is mijn favoriete manier van lijnen. Oké, dan deze. Het is geen sticker. Ik denk ook weer dat het een sticker is. Maar dit zijn geen stickers. En dit is wel een sticker. Maar ook die zou je gewoon op kunnen plakken met lijm. Maar ik weet dat het een sticker is. Maar ik heb mijn nagels kort gemaakt gisteren. En een beetje te kort, want eentje was ingescheurd. Oh ja, en als je denkt dat heb je vieze vingers. Nou, ik ben aan het verven geweest. En ik dacht dat het afwasbare verf was, maar dat was het even niet. Dus ik moet nog even mijn handen straks goed schoonmaken. Dat heb ik nog niet gedaan. Wat gaan we doen? Bloemetje aan de onderkant, bloemetje aan de onderkant. Kijk. Zo hebben we alvast een basis. Gaan we even hier knippen. En dan kunnen we verder gaan kijken. Nu kunnen we gaan bedenken hoe we het willen hebben. Nou, deze wilde ik in elk geval hier. Die daar. Dan die over elkaar heen zo. De Nederlandse postzegel daarbij. Ik vind die toch ook wel heel erg leuk. Zou ik die gewoon hier plakken? Dat is ook wel goed. Zo zie je, zo wordt het toch weer heel anders dan wat ik in eerste instantie had bedacht. Zo, en dan ga ik deze hier plakken, zo. En dan wel zo. Oké, dus die moet als laatste. En we gaan beginnen dus met die grote te plakken. Ook dit is weer een sticker. En ze zijn best wel makkelijk los te krijgen, zeker als je een pincet hebt, maar die ligt even beneden. Die had ik gebruikt met het Lego'en. Oh, dat is niet de bedoeling, zus. Die kan er gewoon los op. Dat maakt er niet zoveel uit. Het zijn trouwens echte postzegels uit Nederland, hè? Deze... is Nederland 1940-1945 en hij is 15 cent waard, dus reken maar uit, want tegenwoordig, ik weet niet eens wat er op een postzegel gaat, of op een kaartje, volgens mij 96 cent of zo, dus eurocent, dus dat is nou in guldens 2,5 gulden of zo. Best heel veel. Best heel veel. Ik ga zo meteen toch eens mijn handen maar even wassen. Tenminste, ik vind dat echt heel veel. En het maakt ook, denk ik, dat mensen steeds minder kaartjes en zo met verjaardagen gaan sturen. Want zoals een kerstkaartje sturen ook. Het kaartje op zich kost het niet, maar die postzegels zijn zo duur. Zo duur. Oké. Nou, deze.
Ja, zo. Dan knip ik daar wat stukjes af. Ja, even losmaken. En dan vind ik dit nog een beetje kaal, dus dan ga ik nog even naar kijken met washi tape. Maar ik vond nog twee hele leuke washi tapejes waar ik wat mee wil. Het is de eerste keer dat ik deze gebruik, deze stikken. Dus ik ben benieuwd hoe ze plakken. Ze plakken wel goed. Hier moet nog een lijmpje onder, zie ik. Kan ook komen omdat mijn lijm een beetje aan het einde is. Soms rolt het laatste stukje niet goed. Nou, eraf knippen van de sticker. Zo. Nou, daar moet ook nog wat. En ik moet, ja, ik ga echt wel mijn handen wassen, want ik heb echt overal nu lijm ook zitten. Oké, het is nog een beetje kaal. Nu heb ik nog een stukje washi tape, deze. Geen idee hoe lang het nog is. Dus misschien zet ik nog net een stukje op mijn pagina. Ik red dat. Precies. Heel klein stukje over nog. Oké. Dan gaan we nog deze erbij doen. Of is die te hard in kleur? Die vind ik te hard. Ik ga nog even kijken of ik nog iets anders kan vinden wat ik wat liefelijker vind. Kijk, dit vind ik dan liefelijker. En dan is die ook goed. En dan vind ik hem klaar. Deze nog even lospulken. Oh, ik had hem al bijna. Yep, ik heb hem. Oh, dat was mijn. Nou, kijk eens hoe leuk. Ik ben weer heel tevreden. Ik vind hem echt weer heel leuk geworden. Nou, hij is af voor jongens. Kijk eens hoe mooi die is geworden. Ik ben er echt heel erg trots op. Ik kan dit boekje niet goed dubbel vouwen. Dat is dan wel jammer. Nou, een beetje zo. Maar ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Zo met al die plaatjes. En ja, het is gewoon weer één geheel. Ik vind hem erg leuk. En ik moet zeggen, het geeft me heel veel rust en... je merkt het misschien wel ook aan mijn praten, dat ik gewoon veel rustiger praat. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om dit te doen. Dus we gaan er lekker mee door. Het hele jaar gaan we dit doen. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. Geniet mee. Volgende week op zaterdag is er gewoon weer een nieuwe scrapbookpagina. En dat wordt wel een bijzondere. Dus misschien goed om dan even te gaan kijken. Ik wil je in elk geval bedanken voor het kijken naar deze. En ik wens je een hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. Kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Ik zie je heel graag morgen weer terug. Dus tot dan. Dag.